Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen. Wanneer alles dat jij als je leven zag, modder blijkt maar niet opvalt te bouwen. Ze kijken toe en ze lachen om een grap die ze beter voor zichzelf hadden gehouden. Waar je voor stond, waar jij je leven voor zou geven. Ach, geld is geld en vriendschap is te koop. En spijt is iets voor later. En dan ben je bijna dood. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ga de handschoentjes aandoen. Ik ga de vertrouwde Q60 opstarten. En we gaan lekker zoeken. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik even jullie aandacht hebben. En dit is voor heel iets anders. Ik heb namelijk mijn pakje weer aan. Revolution Race. En de vorige keer was er een kortingscode onder in de beschrijving. Alleen die was maar één dag geldig. Dat vond ik wel een beetje karig. Dus vanaf nu is die 4 dagen geldig. En het is eenmalig, want ik denk niet dat ik doorga met al dat reclamegedoe. Ik vond het gewoon leuk om een keer te doen. Even een keer uit mijn comfortzone. En het blijkt dat ik uit mijn comfortzone blijf, want het wordt niet echt comfort voor mij. Al moet ik zeggen dat het niets met de kleding te maken heeft. Want die kleding, die is gewoon super. Meer kan ik er niet zoveel over zeggen. Revolution Race. Er staat op een vogel met 2 hoofden. En dan staat hier... Nou, dat kan ik niet meer lezen. Maar volgens mij staat er ook een datum op. 17. Nou, dat is een mooi jaargetal. Nou ja, gekheid op een stokje. In ieder geval wel een hele leuke vondst. Toch? Zegelloodje met versiering. Ah, dat is zonde. Een stukje gesp, maar hij is helemaal kapot. Helemaal in stukjes. Jawel, jawel, een duit. Een duit in de kluit. Hartstikke leuk. Ik moet even kijken wat voor duit het is. Ja, waarschijnlijk is die weer helemaal onleesbaar. Ik zoom jullie even een beetje uit, want dan kan ik wat beter met mijn handen. Daar is die. Nou, hij is wel heel glad. Er is helemaal niks meer van over. Nou ja, er is ooit mee betaald. Kan je je voorstellen, maar er is ooit mee betaald. Leuk, hè? Maar ja, goed, als deze te leggen, dan ligt er vast nog meer. Wie weet komen we nog wel een mooiere tegen. Ja. Voor de meeste mensen die zoiets vinden, die zullen waarschijnlijk denken van wat is dit? Maar ik heb er al een paar mogen vinden in de vorm dat ze compleet zijn. Het is namelijk een pistool. Een speelgoedpistool. Hier kon je een klein beetje zwart kruid in doen. Dan kon je de haan omhoog trekken. Die ging hier op. En dan kwam er een klein knalletje uit. Ik hoop dat ik het niet vergeet, anders doe ik eventjes een foto ervan, hier boven in de hoek, van degene die compleet is. Dan heb je een beeld van wat het is. Maar het is wel heel leuk hoor, het is echt kinderspeelgoed. Het is echt heel gaaf. Een zegelootje.
Nou, hij is niet veel beter dan die andere. Nou, hij is eigenlijk niks beter dan die andere. Je kan niet eens meer zien wat het geweest is. Nadat ik weet dat het een duit is. Dat is wel mooi, hè? Soms kan je in de imprint nog even zien wat het geweest is en daarna is het verloren, maar zelfs dat is glad. Dit nou toch weer? Nou, ik denk een stuk gesmolten lood, maar ik weet het niet zeker. Maar fantasie doet er niks mee. Oh, het is zelfs nog een knoop ook. Wacht, ik kom even een beetje dichterbij. Even kijken of ik dat een beetje normaal kan laten zien. Kijk, het is een knoop. En wat staat erop? Twee leeuwen met een wapen. Kijk, je ziet nog heel klein beetje, zie je hier ook nog het oogje. Dat is wel heel dun geworden. En ja, dat ga ik niet meer laten zien nou. Dat gaat niet meer lukken, denk ik. Het zijn twee leeuwen met een wapen. Even lekker een wafeltje eten. En dan moet ik alweer naar huis. Even kijken, er zitten zoveel zakken in die tas. Waar heb ik mijn wafel gestopt? Ik denk hier aan de voorkant. Jawel, jawel. Ik vind hem wel. Zo. De meeste YouTubers hebben altijd last van wind. Ik heb altijd last van vliegtuigen. Altijd als ik op de record druk. Hoe zeg je dat? Altijd als ik op de record knop druk, dan komt er een vliegtuig over. En dan moet ik wachten. Nou, ik kan een cookie nemen, maar. Nee, het is bijna 2 uur en Daniel die heeft vrij vandaag, studiedag of zo, ik weet niet precies. En die wilde lekker midget golven, dus ik had beloofd op tijd thuis te zijn. En ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel gaatjes gegraven, maar voor 90% loodjes en duitjes gevonden. Dus het was niet heel veel. Ik heb wel ontzettend lekker gelopen, dat dan weer wel. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Een leven lang. Eerst jaren aan een toekomst bouwen. Als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af hoe jij het uit kon houden. Zoveel jaar je best doen om een grap, en die vervolgens de verdomhoek in te douwen.
Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan om